wel de mooiste rit op de 500 meter. Herma Meijer heeft een persoonlijk record staan van 40-53. Dat reed ze in Calgary. En Hashimoto deed het ook. Maar zij realiseerde een tijd van 39-74. De Japanse is ijzersterk en moet de Oost-Duitsers kunnen verslaan. Zij is misschien de enige die dat kan. Of dat werkelijk gebeurt, afwachten. Ze zijn in ieder geval allebei heel snel weg. Meijer katachtig en Hashimoto misschien nog wel meer. 10-78, dus de snelste opening tot nu toe voor Seiko Hashimoto. De Japanse die vorig jaar heel goed presteerde tijdens het wereldkampioenschap. En Meijer won vorig jaar op het EK de 500 meter en dit jaar werd ze tweede op die afstand. Ze gaan heel goed door, maar het is Hashimoto die de leiding neemt en de leiding houdt. Nog een paar meters en Hashimoto wint, duidelijk. Een fantastische tijd in 40-22 en 41-09 voor Herma Meijer. En dat zijn tijden die je in Calgary mag verwachten. Snelle tijden op het fantastische glijijs. De temperatuur buiten is 5 tot 8 graden. Dat is natuurlijk niet van belang.